was sowieso gezellig, had ik de indruk. Met Sunus El Amadi had je het ook niet zo gezellig, toch, had ik de indruk? Nee, dat viel ook zwaar tegen. Nee, het was geen... Ja, nou moet ik wel zeggen, zij zat daar aan tafel als... ik geloof als tafeldame. Ja? Ja, dan mag je wat mij betreft ook als ik iets vertel zeggen van... dat vind ik onzin of ik ben het er niet mee eens. En daar reageer ik dan op. Dus dat vond ik niet zo erg. Oh, oké. Okay. Nee. Maar die mevrouw die is totaal niet leuk, hè? Oh, oké. Okay. Is weer iemand aan de beurt? Dat vindt ze zelf overigens wel, hoor. Ja, maar ik heb er wel eens gezien in een optreden, maar je kunt toch niet om glimlachen. Je hebt de wereld eruit doorgedaan een tijd. En gisteren zit ze daar de show te stelen, hè? Nee, ja, het enige wat ik af en toe heb is van... als je dan mij een vraag stelt, ben je dan benieuwd naar het antwoord? Ja. Of wil je vooral jezelf horen? En zij wilde vooral zichzelf horen, denk ik. Maar het is toch ook een probleem dat misschien een aanstaande president... fake news gewoon heeft gewoon gecreëerd. Dat is toch ook een heel groot probleem? Dus ja. Ja, dat is een probleem. Dat is niet goed, want dat doet en de ook, basis van beschaving is journalistiek. Ik bedoel, het enige wat nog ontbreekt is dat we straks geen riolering meer hebben. Ja. En helemaal terug zijn in de middeleeuwen. Ja. Dus maar, ik voel maar, dat je heel erg hem romantiseert. Maar zal ik reageren? Dat irriteert mij mateloos. Ja, ja, ik heb niet vaak gezien dat jij stilvalt, Raymond. Maar je viel gewoon even stil, hè? Nee, ja, ja, maar dan zou ik ook bang voor worden voor die. Ja, maar als mensen zo veel ratelen... dan kun je ze beter gewoon uit laten ratelen. En dan pak je er wat uit en dat deed ik. Maar goed, ze was ook tafeldame. Zij is in omgang best aardig. Ik heb een paar keer mijn benen gehad. Prima. Zij is dikke prima. En zij zegt tenminste achter de schermen hetzelfde als voor de schermen. Dus zij is prima.